Oké, dit is Hack. En heel eerlijk, het is best een beetje een ingewikkeld boek. Maar man, oh man, als je van een beetje puzzelen houdt, is het echt fantastisch. Let op. Je hebt Holden en Prissy. En die zijn broer en zus. Prissy, die houdt zich altijd aan de regels en houdt van chatten met vriendinnen. Holden, die zet zich het liefst een beetje af en doet graag dingen die niet mogen. Ze leven in een wereld in de nabije toekomst. Vroeger waren er de bange jaren. Alles draaide toen om economische groei, om geld, geld, geld. Het klimaat maakte bijna een einde aan de wereld. En anders zou een derde wereldoorlog dat wel doen. Gelukkig was er de grote ommekeer. De aarde is gered en als iedereen precies leeft volgens de regels van de 5 nieuwe leiders, is er niks aan de hand. Dat betekent wel dat iedereen alleen nog Vita eet en getrackt wordt door de overheid. Holden loopt illegaal door een natuurgebied. Hij valt in een oude schuilkelder en vindt daar echte vuurpijlen van vroeger. Hij steekt ze af op een feestdag en tot zijn grote schrik wordt hij opgepakt. Prissy, de zus van Holden, ontvangt intussen mysterieuze berichten op haar campphone. Wie is toch die onbekende die zoveel van haar weet? Ze neemt toch contact op met die jongen. En hij blijkt lid van een ondergrondse groep hackers die het niet eens zijn met de nieuwe leiders. En zo komt zij in een missie terecht die steeds dichter bij het avontuur van Holden komt. Dat is ingewikkeld allemaal. Waar het uiteindelijk op neerkomt, het is gewoon een retenspannend boek met een razendsnel tempo. En het gaat maar door en je wil maar doorlezen, je wil maar doorlezen. En elk hoofdstuk eindigt met een cliffhanger! Eigenlijk is elk hoofdstuk een cliffhanger. Daarom leest het zo lekker door. Hack van Mirjam Maus. Lezen.